Studio Hilversum. Hier is Hilversum, de NCRV. Goedenavond, geachte luisteraars. Hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio. Ze staan op de bres en de pro is paraat. Hallo, hier Hilversum, hier is de Vara. Hier is de omroep van het vrije woord. Met deze woorden, dames en heren, verklaar ik de AVRO Studios voor geopend. Een nostalgische wandeling langs de Hilversumse studio's, uitgestippeld door Co. Snel. No One Can Love You Like I Do, liedje van Joop Ortenga en John Meuring, door Sandra met een orkest onder leiding van Ger van Leeuwen in 1966. Goeiedag, Studio Hilversum, in samenwerking met www.muziekschatten.nl. Zangeres, presentatrice Sandra Remer overleed 6 juni aan de gevolgen van borstkanker. Ze wist al dat ze deze ziekte had toen ze met oudere BN'ers voor Omroep Max een reis naar Indonesië maakte. Sandra wilde het er toen niet over hebben, omdat de focus er dan te veel op gericht zou zijn. Ben Kramer, die ook meereisde, is enorm geschrokken, want hij kon het heel goed vinden met Sandra. Had heel veel plezier met haar. Hij wilde met haar wel gaan optreden en vertellen over onder andere Indonesië. Sandra werd daar op 17 oktober 1950 in Bandung geboren, als Barbara Alexandra Remer, kortweg Xandra genoemd, met een X. Die X moest weg van de nonnen op de Brabantse school, want die X riep de duivel op. Het werd Sandra met een S, want Sandra moest, zoals zoveel Indonesische Nederlanders, naar Nederland verhuizen. Met haar ouders Frans en Nel Remer en broertje Frankie kwam ze in 1958 in de Sint-Michielsgestel terecht. Sandra heeft 2 jaar heimwee gehad naar Indonesië. Op 10-jarige leeftijd kreeg Sandra een gitaar van haar vader. Ze speelde met haar 2 jaar jongere broertje Frankie, ook op gitaar. Hij heeft haar begeleid tijdens optredens tot 1966. Sandra en Frankie die traden op en deden mee aan diverse talentenjachten. En ze zongen bijvoorbeeld Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy, het succes van Ria Valk.
In de Toonie Toons zie je Sandra op een foto met haar vlinderbrilletje en wel 6 bekers die ze heeft gewonnen tijdens talentjachten. Ze nam ook een duik van Caro's Springplank, het talentenprogramma van Ton Kool en Pierre Wijnobel. Ze mocht een plaatje maken. Ze was bijna 12 toen ze dit opnam. Aldila. Uitgekomen in de nazomer van 1962. Ze zong het ook in de Rudy Karel televisieshow. De bladmuziek is te vinden op www.muziekschatten.nl. Maar dat is dan wel Die Omweg, het lied van Carlo Donida en Ene Mogol. Die omweg die kwam al doordat het lied in 1961 de Italiaanse bijdrage was van het Eurovisie Songfestival. Werd toen gebracht door Betty Curtis. Kennelijk door een paar Engelstalige regels in de versie van Emilio Pericoli werd het lied populair in Amerika door onder andere Connie Francis, de Ray Charles zingers en trompetist Al Hurt. Het lied zat ook in de film Rome Adventure in 1962. Zo kaatste het terug naar Europa en Sandra zong de Nederlandse tekst van Stan Haag. Ze heeft het trouwens ook in het Maleis opgenomen met een orkest onder leiding van Frans Kerkhoff. Op de B-kant een liedje uit Avrohoek. De tekst is van Nel Scheltes van onder andere Het Speelkwartier in het jeugdprogramma De Toverscirkel op de dinsdagmiddag. En de muziek is van Arie Snoek. Hij begeleidde niet alleen het KRO Kinderkoor de Karakieten onder leiding van Willy François, maar ook Ab Gaubits en Lien Dreesen bij de ochtendgymnastiek. En in De Toverscirkel Avro's Kinderkoor Jacob Hamel onder leiding van Herman Broekhuizen. Sandra, duizenden sterren. Duizenden sterren liggen. Van Gouden
duizenden sterren, de B-kant van Al-Dila. Kort erop verscheen een kerstsingel die goed werd verkocht, Stille Nacht, Heilige Nacht en Gloria in Excelsis Deo. Begin 1963 verscheen het lied Waarom, op de A-kant een leuk liedje van Jack Bulterman. Ik kan dat niet helemaal laten horen, wil dat niet wegdraaien hoor, maar ik had het niet anders dan op een grote doorloop-LP met 28 nummers voor een gezellige avond. En dan is het iets korter dan normaal. Ik zweef aan mijn ballonnetje. Zat op mijn balkonnetje, lekker in het zonnetje. Ik had een rood ballonnetje met een draad eraan. Ik vloog naar Spanje en naar Japan. Toen naar China en Pakistan. Ik zag kamelen in de woestijn en de mensen op het rode plein. Ver van mijn balkonnetje vloog ik in het zonnetje aan mijn rood ballonnetje met die draad eraan. Boven een gazonnetje, bij een vreemd stationnetje, bracht me mijn ballonnetje ver van huis vandaan. Heel de wereld was vol zonneschijn. Niets op aarde kan ooit zo prachtig zijn. Zweefde in het zonnetje, ver van mijn balkonnetje, aan mijn rood ballonnetje met een draad eraan. Sandra met een orkest onder leiding van Jack Bulterman. Ik zweef van mijn ballonnetje, liedje was ook van hem. Op de volgende singles in 1963 zong Sandra Gloria Gloria, gekoppeld aan Sprookjesbal, dat was Shake Me a Riddle. Ze waagde zich aan Summertime uit Porgy and Bess van Gershwin, dat deed ze in het Nederlands, sluimer zacht. Op de B-kant, het is een mooie dag vandaag, dat was It's a Lovely Day Today, werd leuk gedraaid in Hilversum. De gerepatrieerden uit de gordel van Smaragd, om dat deftig te zeggen, Indonesië dus, die brachten veel muziek mee. Enerzijds had je de Indo-rock groepen met voorop de Tillman Brothers, anderzijds de Krontjongwijsjes, verweven met de Hawaii-muziek door onder andere de gitaristen George de Vretes en Rudy Warata en hun ensembles. En platenmaatschappijen vonden het ook wel aardig om uit Indonesië afkomstige teenagersterren populaire bewerkingen van Krontjongwijsjes op te laten nemen. Anneke Greunlo, onlangs gestopt met zingen, zong bijvoorbeeld Asmara, Nina Bobo, Burung Kaka en Bengawan Solo. Wanda van de Locomotion en De Kelder van Billy zong met haar moeder George Aubrey bijvoorbeeld Potong Padi, Rasa Sayangi en Partoka aan, ook voor de Duitse markt. En Sandra bracht Singapura en Ardila Chipan Dunyeku. En een EP met Kapolatju, Stambo Bunga Mawar, trouwens ook opgenomen door de Jumping Jewels, maar dat waren blanke hagenezen. En ook op single verschenen Nona Nona, Zamang Sekarang en Kopi Susu. Kopi Susu, gula pasi, kopi susu, gula di panci. Kopi susu, gula pasi, kopi susu, gula di panci. Kopi susu, gula pasi, kopi susu, gula di panci. Kopi susu, gula pasi, kopi susu, gula di panci. Suruh menyuruh tentu saya mau sayang. Suruh menyuruh tentu saya mau sayang. Aduh jiwa sayang, aduh jiwa sayang, jiwa manis terbayang-bayang. Thank you.
di panci. Kopi susu gula pasir, kopi susu gula di panci. Jikalau nona cinta lah sungguh sayang, jikalau nona cinta lah sungguh sayang. Aduh jiwa sayang, aduh jiwa sayang, jiwa manis terbayang-bayang. Geinig hè, Kopi Susu in 1964 op single met orkest onder leiding van Frans Kerkhoff. Maar met kerst 1963 waren er ook weer wat platen van Sandra verschenen. Hoe leidt dit kindeke en de herdertjes lagen bij nachten. En met broertje Frankie en Friends een poppy van children's songs, kinderliedjes dus. In 1964 Mijn Gitaar, dat was eigenlijk Ma Gitaar van Johnny Hallyday, met op de keerzijde Als de wilde rozen bloeien. En de Nederlandse vertaling van het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival in 1964, waarvan de bladmuziek is te vinden, Nono l'età, van Gigiola Cinquetti, ene J. Pliet, die je soms tegenkomt, een van die schuilnamen. Zou dat er even Gerrit de Braber zijn? Ja, nee, geloof ik niet. En Henk van Aleda. En zij maakte ervan Als jij maar wacht. Als jij maar wacht. Als jij maar wacht tot de tijd van romantica. Jij bent mijn vriendje, mijn aardigste vriendje. Maar jij bent meer. Als jij maar wacht, op mij wil wachten tot later. Als jij maar wacht. Als jij maar wacht tot de tijd van romantica. Jij bent mijn vriendje, mijn aardigste vriendje. Maar jij bent meer. Als jij maar wacht, op mij wil wachten tot later. Als jij maar wacht. Zijn. Ben nog te jong, ben nog te jong voor de liefde, maar heus ik wacht, zal blijven wachten op jou. Sandra met een orkest onder leiding van Ger van Leeuwen, Als jij maar wacht, oftewel Nono l'età. Te jong voor de liefde, 13 jaar. Maar op de volgende plaat was ze 14 en wel toe aan een bos rozen. Oh,
de rand van 1964-1965 een bos rozen. Dat was een Frans liedje, Tout sauf une rose, met de Nederlandse tekst van Willy Rex. Op de B-kant, Zeg, wat is er aan de hand? Nog twee EP's voor de Indonesische markt, liedjes als Tabesma, Bunga Rampai en Tana Posake. In 1965, Dit gaat nooit meer voorbij. Dat was de Nederlandse versie van het succes van Sandy Shaw, Long Live Love, met op de keerzijde, met op de B-kant keerzijde. Dat wou ik tegelijk zeggen, dat gaat niet. Heimwee en mijn concert met op de B-kant het liedje Toe. Zoals zoveel Nederlandse vocalisten mocht Sandra ook enkele opnamen maken voor de NCRV. Bedoeld als vocale afwisseling van de aangekochte Duitse productiebanden. Die zangopname met het kwartet Gert Dahlhuizen, die doken in diverse non-stop half uren, drie kwartier of uren op. En Sandra zong onder andere What's Now My Love. Tekst van Carl Sigman op Et maintenant van Gilbert Bécaud, 1961-62. De bladmuziek is te vinden op www.muziekschatten.nl van What Now My Love. Sandra met het kwartet van bassist Gert Dahlhuizen aan de piano Dick Schallies in de NCRV studio in 1966. Op plaat ging Sandra ook over in het Engels in 1966. De Teddy Song, daaraan schreef Dries Holte mee, hou die naam even vast. Op de B-kant No One Can Love You Like I Do, die u aan het begin van dit uur hoorde. Er was nog een Nederlandstalige single, Jij Vergeet en Ik Wil Vrij Zijn. Sandra had een hele serie singles gemaakt die leuk werden gedraaid, maar echt grote hits die zaten er niet bij. Al die laat deed het vooral goed in de Oosterse landen. Dries Holte, anno 2017, 81 jaar, afkomstig uit Timahi in Indonesië, had gespeeld in de band De Notenkrakers en musiceerde in het orkest achter Tony Bas. Producer Hans van Hemert kwam op het idee om een Nederlandse versie te maken van Storybook Children van Billy Vera en Judy Clay, ook opgenomen door Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Hij zette Sandra en Dries Holten bij elkaar. Dries werd Andres, Sandra en Andres. Hun versie werd een hit vanaf 16 maart 1968, stond 13 weken in de top 40 en haalde een negende plek. Thank you.
You've got your word, and I've got mine, and it's a shame to grow. Sandra en Andres met een orkest onder leiding van Ger van Leeuwen, Storybook Children, met op de B-kant Just a Minute. Nog wat solo-singles van Sandra, Since You Have Gone en I've Got a Love Like a Rainbow. Sandra deed mee aan de nationale finale van het Eurovisie Songfestival in 1970 op 11 februari. Ze werd tiende met Voorbij is de Winter. Daar zag ze ook Ben Kramer met Julia. Drie singles van Sandra en Andres die het niet zo deden, Something in My Heart, For the First Time in My Life, Reaching for the Moon. Laten wij bidden voor een grote hit. It's a song dedicated to all of you. Bye.
died for the nation. So if he doesn't find you all to play, maybe peace gonna be. Het werd inderdaad een grote hit, Let Us Pray Together. Dries Holte bewerkte dit. Vanaf 20 juni 1970, 8 weken in de top 40, bereikte een 5e plek. Er was een solo single van Sandra, Simon Zea-Lotus, of misschien moet ik zeggen Simon Zea-Lotus, is mij niet bekend. Met Andres weer Love Is All Around in 1970, in 71 Those Words. En deze twee, Kuze Temme en Mary Madonna, die verschenen ook op de LP Yam Yam. Sandra en Andres die werden gevraagd voor de nationale finale van het Eurovisie Songfestival in 1972. Op 16 februari zongen ze 3 liedjes. Lang niet zo fijn, ja zo heette een liedje, Oude Zigeuner en het liedje van Hans van Hemert en Dries Holte. Waarmee ze naar het Eurovisie Songfestival gingen als het om de liefde gaat. Altijd zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een flater slaat. Ja, mensen doen gewoon, we doen al gek genoeg. Vooral als het om liefde gaat. Na, 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 wat zal ik er doen om nog vandaag van jou te zijn? Je
kunt niet altijd zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een vlater slaat. Ja, mensen, doe gewoon. Doe al gek genoeg. Vooral als het om liefde gaat. Na, 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 wat zal ik doen om nog vandaag van jou te zijn? Als het om de liefde gaat, Sandra en Andres die werden vierde met 106 punten op het Eurovisie Songfestival op 25 maart 1972 in Edinburgh. Want het jaar ervoor had de Ierse Dana gewonnen met All Kinds of Everything. Vicky Liandros die won voor Luxemburg met Après Toi 128 punten. Sandra en Andres die namen het ook in allerlei talen op. Daarna nog een serie hits met Andres in 1972 Mamma Mia en Moi, in 73 Jing Boom. In 1974 het aloude True Love uit High Society en You Believed. En in 1975 On nous sont très amoureux. Het verhaal gaat dat het buitenoptreden is niet zo boterde tussen Sandra en Andres. Achter haar rug om formeerde hij opeens een duo met Rosie Pereira. Rosie en Andres. Sandra ging solistisch verder. Dat was ook veel beter voor haar. In 1975 Love Me Honey. Porque tu quieres, dat was Maria Dolores. Ze ontmoette Ferdy Bolland, die samen met broer Rob het duo Bolland en Bolland vormde. Sandra en Ferdy die zouden 16 jaar bij elkaar blijven, waarvan 9 jaar getrouwd. De achternaam Remer werd voortaan genoemd. Ze deed mee aan de nationale finale van het Eurovisie Songfestival in 1976 op 18 februari. Nota bene waren daar ook Rosie en Andres met It Was Born to Love. Sandra won lekker met het lied van Hans van Hemert, The Party Is Over. The lights are low, the party's going on, and he was mine, he doesn't seem to miss me. I feel alone, I think that I'll go home. But if I stay, at least I hear him. Better.
denk aan Those Were the Days, hè, van Mary Hopkin. The Party's Over. Sandra met een orkest onder leiding van Harry van Hoof. Sandra Remer, voluit nu. Op het Eurovisie Songfestival in 1976, dat was op 3 april... in het congresgebouw in Den Haag, omdat Nederland het jaar ervoor had gewonnen in 1975 met Dingedong door Teach In. Sandra Remer werd 9e van de 18 landen met 56 punten. De Brotherhood of Men die wonnen voor Engeland met Save Your Kisses for Me, 164 punten. Nog wat solo singles in 1976, een souvenir en trop en Trust in Me. In 1977, This is Your Heartbeat. How Little We Know. Ze was ook onderdeel van Veronica Limited met What Kind of Dance Is This, ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van Veronica's Top 40. En in 1979 deed Sandra Remer weer mee aan het Eurovisie Songfestival, de nationale finale allereerst. Op 7 februari zong ze 5 liedjes. Mede door haar echtgenoot Ferry Bolland onderging ze een totale metamorfose, een lange staart in haar nek en ze hanteerde weer haar oorspronkelijke naam met een X, Xandra. Colorado, een liedje van Ferry en Rob Bolland. Bolland en Bolland. Dat kreeg de meeste punten op die nationale finale. De tekst was nota bene van Gerard Cox. Sandra met een orkest onder leiding van Harry van Hoof, Colorado, op het Eurovisie Songfestival 31 maart 1979 in Israël, omdat Isaac Cohen in 78 had gewonnen met Abani Bi. Israël won trouwens weer in 1979 met Halleluja door Milk & Honey, 125 punten. Sandra werd 12e van de 18 landen met 51 punten. Ze zong het ook in het Engels, in het Frans, Duits en Portugees. Een ander liedje van die nationale finale stond op de B-kant van Colorado, is van Ene M. de Aaie en Tineke Bijshuizen, Intercity, Jij en Ik.
Dat speel ik omdat het genoemd wordt in de catalogus van www.muziekschatten.nl. Het arrangement is van Dick Bakker. Intercity op de B-kant van Colorado, maar dat werd ook gekoppeld aan Stranger in Town. En ze verschenen ook op een album met onder andere It Must Be Love, Tennessee Sam, Go Now en It Hurts to Be in Love, inderdaad het oude succes van Gene Pitney, verscheen ook op single van Sandra in 1979. Het ging niet meer zo lekker met haar zangcarrière. De X verdween trouwens ook en ze legde zich toe op het presenteren. In 1984 presenteerde ze de Show van de Maand en Sterrenslag. In 1985 zong ze weer, Fly Like an Angel. En in 1986 assisteerde ze Jos Brink in Wedden Dat. Jos noemde haar liefkozend kroepboekje. Dat vond niet iedereen gepast, maar Sandra maalde daar niet om. Ze moest er vreselijk om lachen. Ik heb trouwens nergens haar klaterende lach, want die was altijd zeer aanstekelijk. Ze maakte weer een single, die heette Gold. In 1987 het album Best of My Love, met onder andere My Guy, I'll Never Love This Way Again, This Will Be, op een 24e plek in de album Top 100. All Out of Love daarvan werd een hit vanaf 3 oktober 1987. 4 weken in de top 40. Op 26 kwam die uit. En ook de single Sleep With Me Tonight. In 1988-1989 presenteerde Sandra bij de NCRW Showmasters. Daar kwamen talenten uit als Jan ten Hopen, Willem Bol, Jochem van Gelderen. Maar die was al in 1983 opgevallen in de zomeravondshow van Henny Huisman, die zijn playbackshow lanceerde. Jochem van Gelder, moet ik zeggen. Dat programma dat ging ook nog even naar RTL 4 in 1990, maar dat had daar niet zoveel succes. Sandra presenteerde ook voor RTL 4 De Betere Seksen en de zaterdagavondshow. Er kwam er een single uit, Laughter in the Rain and How Sweet It Is van het album Best of My Love. In 1989 de LP Unforgettable.
reikte op 27 in de album Top 100. As Time Goes By stond daarop. I Will Wait For You, Beyond The Sea. En op single verschenen Good Night, Sweetheart and Smoke It In Your Eyes. In 1990 het album She's The One bereikte een 56e plaats met onder andere For Your Love, The Look Of Love Maschinada en een single hit, La Collegiale. La Collegiale, vanaf 20 oktober 1990 in de top 40, stond er 5 weken in, hoogst bereikte plek 23. Origineel was het van Gary Lowe, bewerkt door Rob en Ferdy Bolland. In 1991 For Your Love en He Was The One, wrange titels als we nagaan dat ze in 1991 scheiden van Ferdy Bolland. Met hem had ze haar mooiste tijd van haar leven en met de Dutch Divas haar naarste tijd van haar leven, Maggie McNeil en Marga Bult. Ze hadden wel een hit met From New York to L.A. en zongen allerlei songfestivalliedjes. Haat en nijd. In 2004 had Sandra een kleine rol in de film Sinterklaas en het geheim van Robijn. Trouwens, die periode van de Dutch Divas die was tussen 2000 en 2005. Werden dat, die kwam in 2005 nog een keer terug om donateurs te werven voor het Lianenfonds.
Jos Brink en zijn kroepboekje, die kwamen nog een keer terug. In 2006 ontving Sandra een koninklijke onderscheiding voor haar werkzaamheden bij het Lianenfonds. Sandra Remer bleef optreden voor de grote gala's als Amsterdam Diner, Gay Pride en Manhattan aan de Maas. In 2008 richtte ze de SRF op, de Sandra Remer Foundation. Hiermee ondersteunde ze kinderen in ontwikkelingslanden om naar school te kunnen. In 2010 organiseerde Sandra een tentoonstelling in het Amsterdamse Lloyd Hotel over de historie van de Nederlandse Songfestivaljurken. De laatste jaren verdiepte zich in spiritualiteit, de werkingen van kruiden. Broer Frank, die Sandra tot 1966 bij optredens had begeleid, die maakte in de jaren 70 platen onder de naam Frankie en Justin Frank. Die was in 1976 lid van Radar. In 1977 werd zijn concert voor voice en orkest nummer 1 met proza voor zijn Christine uitgevoerd door een orkest van 55 muzici. Frank, die zagen wij in het journaal en die zei: Sandra was een mens om trots op te zijn. Groots van gebaar. En onlangs zagen we Sandra in de serie Gouden Jaren Indonesië. Dat was een thuiskomen voor Sandra, die 6 juni overleed, slechts 66 jaar oud. Ik bracht een hommage aan haar. Samenstelling en presentatie Koos Snel, illustraties Erik van Balkum. Dus bladmuziek op www.muziekschatten.nl van Aldila, Nonno Leta, oftewel Als Jij Maar Wacht, What Now My Love en Intercity. Als laatste een van haar eerste plaatjes, de B-kant van Kopi Susu in 1963, Nona Nona, Zaman Sekaran. Dank voor het luisteren.